veldmaten, Tjommen. Kan Belhassani daarbij. Aktau, die wordt stevig geraakt. Sanders maakt Mart zo meteen duidelijk dat dit niet meer de bedoeling is. Martzo is echt te laat en raakt de linksback van Heerenveen. De vrije trap van Tjommer met 4 inlopende mensen van Heracles. En de eerste kansredding Nordveld. Daar was het bijna al 0-1. Goed gekiept. Daar Johnny Jansen, oortje in. Ik denk dat ik wel weet met wie hij contact heeft. Tanane. Bal kwijt en nou ligt er misschien wat ruimte voor Heerenveen. Hier is Oet. Prima actie. Torsby terug op Oet misschien. Hij gaat de andere kant op. De Roon. Torsby. De Roon. Bal valt goed voor Heerenveen, maar het schot geblokt door Tjommer. De Roon die het maar eens probeert. En de redding zeer fraai van Telgenkamp. Ah, lekker schot van Martin de Roon. En een goede redding natuurlijk. Bruns. Dat is goed gezien en Nordveld gaat terug. Weghorst is vrij, helemaal vrij zelfs, maar de bal is te scherp. Heerenveen ook zeer kwetsbaar. Dit is Torsby. Voorzet is goed bedacht en geen overtreding. Bal gespeeld. Sanders staat er bovenop en geeft meteen aan dat er niks aan de hand is. Nou, daar... Er wordt een hoop gedaan, maar de bal wordt niet gespeeld. Oeh, een ruimte opeens voor Heerenveen. 5 man. Dit zou wel een doelpunt moeten zijn, maar dat is het niet. Larsson doet het zelf. Had ook nog aardig wat afspeelmogelijkheden. Want kijk, het zijn er 5 van Heerenveen tegenover maar 4 van Heracles. Tjommer geeft voor over Weghorst. Martzo. Touw kan verlengen, Weghorst haalt om. Oh, Linssen ook! Zo. Wat een fantastische poging van Brian Linssen. Ja, die van Weghorst oogde niet zo fraai, dat was wat houterig. Maar dit is een heerlijke, beide benen los en het scheelt niet veel. Dit is Belhassani bijna. Aktau door de benen van Martzo en dan de voorzet en nee, niet het doelpunt van Weghorst. Die denkt nog aan een corner. En hij dacht even de assist te hebben gemaakt tegen zijn oude club. Aktau kopt weg. De Roon pikt op. Ja, daar is het eerste schot al van de tweede helft. Vrij gedaan, veldmaten kwijt, meegeven en de redding van Telgenkamp. De rebound weggehaald door Koenders. Hier is het Otigba. Die stuit op de doelman van Heracles. Linssen kan niet verlengen, dus is hier Larsson. Slim gespeeld, ook door Belhassani langs de Roon. Belhassani in het strafschopgebied. Paasje op Linssen, het is geen buitenspel. En het is het doelpunt, ja! Wat mooi uitgespeeld door Heracles. Weghorst scoort en het is 0-1. Wat een mooi doelpunt. Belhassani creëert een. Laat die bal slim lopen, daarmee door de benen van de Roon. Die probeert nog te wijzen, daarheen. Maar ja, er wordt niet geluisterd. Linssen met de voorzet, Weghorst vrij en het is 0-1. Goed gedraaid, Oet. Daar is Rijtelaar recht op Telgenkamp. Ja, recht. Hij moet er nog wel een beetje zijn best voor doen. Het is een hard schot. Houdt dichtbij. Vooruit komt hij. Goed werk Tanane. Het lichaam sterk gebruikt. 2 man voor het doel. Daarachter inderdaad Linssen. Die kan het doen. Linssen. Ja hoor. Nee.
ook geen rebound. Misschien Bellassani nog, ook niet. Wat een kans om het te beslissen voor Brian Linssen. Linssen doet het goed, blijft rustig. Maar als hij dan oog in oog is met Nordveld, schiet hij hem recht op de keeper. Tanane gaat er hard in. Bij Heerenveen vinden ze dit een overtreding. Sanders vindt het niks. En dan zit hij er toch echt naast. Tanane. De bal naar Flederis voor het doel is af. Diets doen de twee invallers het. Nee! Hoe is het mogelijk dat hij die er niet in krijgt? Danny Avdic. Maar met een reflex houdt Nordveld die bal eruit. Het uitvak laat zich eens te meer horen. Daar de man van de winnende. Dat kan toch niet meer anders. Sanders fluit af. Heracles wint voor de tweede week op rij. Het vertrouwen meegenomen uit de wedstrijd tegen ADO werd ook meegenomen in Friesland. Voor de derde keer op rij al winnen ze in het Abel Enstra stadion van Heerenveen. Ze nemen nog verder afstand van Dordrecht, haken nog meer aan bij de veilige plaatsen richting plaats 15. En als ze zo blijven spelen als ze de afgelopen weken hebben gedaan, dan zou Heracles zich daadwerkelijk nog wel eens, uiteindelijk misschien wel probleemloos, veilig kunnen gaan spelen.